Welkom bij een nieuwe Bingo Festijn. Leuk dat je weer kijkt. We hebben de IG-beker, tenminste het is een beker. Een nice beker. Ja, we hebben een sticker opgeplakt. Maar goed, de IG-beker weer gevuld met alle balletjes. Ja, het zijn tenminste, er een heleboel. Ja, er zijn wel een paar uitgetrokken inmiddels. Maar nou ja, ik laat aan jou de eer over. Ja, voor deze Bingo Festijn. En even kijken wat we gaan spelen vandaag. Nee, niet deze. Nee. Nou, ook niet. Deze voelt goed? Voelt hij goed? Deze voelt goed. Voelt goed. Even kijken hoor. Nou. Ja, mag ik niet zien nog? Nee. Voor eerst even. Voor de verrassing. En. Je kijkt vrolijk, Wessel. Zeg het eens. Viva Piñata! Viva Piñata! Woehoe! Wij gaan even alles klaarzetten en dan gaan we lekker spelen. Ja. We zijn alvast even begonnen met Viva Piñata. Je zou het misschien niet zeggen, maar Kevin hier is een grote fan van Viva Piñata. Sterk uitgedrukt. Nou. Ik heb beide games wel eventjes serieus niet helemaal doorlopen, want daarvoor is de game gewoon veel te groot en veel te moeilijk eigenlijk om daar heel veel tijd in te steken. Maar ik heb de game serieus gespeeld, ja. Oké, fijn. Ja, dat heb ik niet gedaan, maar dit is zo'n awesome doosje. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is zo lief en zo schattig en kleurvol. Ja, cuddly inderdaad. Dat je gewoon... dat ik die game gewoon wel wil spelen nu. Dus daar gaan we nu even mee beginnen. Maar jij gaat even laten zien wat het allemaal precies inhoudt. Want het is alweer even geleden dat die is verschenen natuurlijk. Ja, dit is al een vrij oude game. Nou, je hebt een stuk grond en dan moet je dan eerst een kavel. En dan moet je dan eerst helemaal glad maken. En allemaal zand in proppen. En allemaal gras overheen strooien. En dan trek je dus als het ware piñata's. Het soort van beestjes, Pokémon-achtige dingetje. Maar ze hebben allemaal namen. Wat is er weer? Gereedschap? Ja, het is ook goed om. Maar dan het zijn allemaal beesten en snoepgoed, zeg maar. Een combinatie van die twee dingen, dat maakt dan hun naam. Dus dan een worm of zo. En, nou, dat zijn dus wormpjes en die komen op zand en vers gras af. Nou, dan heb je gewone piñata's. Als ze eerst binnenkomen, zijn ze zwart-wit. Mm-hmm. En als ze dan jouw tuin leuk genoeg vinden, dan worden ze, dan worden ze kleurrijk eenmaal. En dan willen ze er blijven wonen. En dat is je doel, en dan zoveel mogelijk piñata's. En, overbevolking en dan kun je weer opnieuw beginnen. Ja, precies. En iedereen laten uitsterven en zo. En dan, dus ik weet eigenlijk nou al niet meer. Nederlandstalig, maar als ik dit zo zie, is het voor een kind wel een beetje complex misschien. Ja, het is eigenlijk best wel een heel erg complexe game. Ik heb beide games dus best wel wat uurtjes ingestoken en het gaat zo ver. Dan heb je weer ene piñata en die trekt dan weer de andere aan. Uh-huh. En dan heb je weer ook weer piñata's die met elkaar ruzie krijgen. Dus zoals van die vogelpiñata's, die krijgen we zo waarschijnlijk. En die vreten die wormpjes op, dus dan moet je ze allemaal gescheiden houden. En ja, en er zit zoveel in. Dan heb je ook weer bepaalde piñata's die komen alleen onder die voorwaarden. Maar dan zijn er weer andere piñata's, zodra je aan die voorwaarden voldoet, dat die piñata's dan weer weggaan. Mm-hmm. Het is allemaal zo complex op een gegeven moment om precies alles in balans te houden. Dat kan gewoon eigenlijk niet volgens mij. Nou, als je een kind van 6 bent, dan het is het praktisch onmogelijk. Ja, nee, dit is ook gewoon veel te moeilijk voor een kind van 6. Ja. Ja, en het tweede deel kun je dan met z'n tweeën echt volledig co-op tegelijk spelen. Dan gaat het wel twee keer zo snel. Ja, dat is ook gewoon leuker. Sowieso, co-op is altijd leuker. En je kunt nu wel dan naast elkaar zitten, maar echt... Allebei bezig zijn met zo'n tuintje is natuurlijk gewoon veel dat is gewoon veel vetter. Ja. Maar ja, mijn verneukte hand moest zo nodig de eerste Viva Piñata uit die Bingo Festijn beker trekken. Ja. Dus misschien dat die tweede er ook in zit, dat weet ik niet zeker. Want Jelle heeft geloof ik al die papiertjes erin gedaan. Maar misschien komt hij nog wel een keertje. Ik weet alleen nog even gewoon niet, weet je, ik bedoel, yay, worm. Maar ik weet ze gewoon niet. Kijk, andere knoppen verschenen. Ja, allemaal, ja oké, nu heb ik informatie, kijk. Oh ja, dan kun je dat wel even zien. Red uit je bek. Romantische dans. Is een vereiste. Oké, er staat een roomhuisje in de tuin. Nou, muts. Oh, kijk, zie. Kijk, nou gaan we kijken. Sparrow mint. Is dat weer sparrow mint? Oh, yeah. It's awesome. Ja, vogeltje. Ja. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, zegt ze. Yes. Kilometers ver horen bewegen. Oh ja, kilometers ver. Dus ga gewoon die beest opvreten. Daar komt het dus op neer. A donut. Snap je? Vet al. Nee. Nee, prachtig. Oftewel je gas opvreten. Ja hoor. Zo, het gaat in één keer hard, jongens. Alles komt tegelijk. Alles. Een serpent. Oh, zwaar. Ekken. Het zijn wel net Pokémon inderdaad. Ja, dat een beetje dat idee. Er komt nog een ratata. Die kot ze ook nog echt mee. Oh, wow. Kijk, dan heb je de berichten. Zie je allemaal berichtjes.
Spearmint en een Donut en een Serpent. Serpent vind ik wel de meeste Pokémon-like. Ja. En die Donut is ook van... Ja, tenminste van... Oh, nou, dan komt Willy. Oh, Willy komt er ook nog bij. Vet veel kleurtjes. Gekke Willy heeft een hamer als een helm. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja, dat, nou, het kan wel een vuur piñata. Willy de Bouwer. Ja, oh, hallo. Ho, hallo zeg. Dat is wel een beetje overdreven. Oh, misschien moet je daar dan maar die wormpjes in kwijt of zo. Ja, volgens mij is dit een wormhuisje. Nou, laten we het even zo doen. Een beetje van de rand af, als ik dan een hekje eromheen wil bouwen. Ja, dan kan het nog. Dan kan het nog. Ja. De content wordt opgeslagen. Perfect. Nou, dat mag ik hopen. Mijn speed. Ik heb het ding. Oh, dan moet Willy volgens mij zometeen. Willy Wartaal, die moet zometeen eventjes langskomen om die shit te gaan bouwen. En dan zegt hij van, ja, het is klaar. En dan kan ik hem een tik geven. Of is het nou... Nee. Nee, pot. Je hebt een bezoek van een nieuwe Sparrowmint. Er komt er nog eentje. Oh, ik zie, daar komt Willy Wartaal aan. Hè? Oh ja, kijk. Als kind zou je hier toch gek van worden, man. Ja, van de hoeveelheid dingen. Ja, alles wat op je afkomt. Wij trippen hem al helemaal. Ja, behoorlijk. Als je 6 bent, dan snap je er helemaal niks van. Ja. Oh. Deze game moet je ook echt niet met LSD opspelen, volgens mij. Ik denk dat je helemaal gek wordt. Alleen al die kleurtjes. Ja. En dan ook nog al die mogelijkheden en gekke Pokémon-achtige wezen. Ja. Oh, kijk. Oh, Sparrowmint en een donut. Nee, maar die gaat nou die wormen eten, toch? Ja, maar weet je... Sla hem dood. Nee. Zo niet. Ja, anders gaat hij die wormen opeten. Maar kijk er. Oké. Nee. Nee. Afblijven jij. Hop. Kijk, zo heen. Hij ziet sterretjes. Kijk, dan moet je gewoon blijven doen tot het huisje staat. En dan kun je die wormpjes erin doen. Ja, dat is misschien wel... Dus ja, hij gaat weg. Dit, ik ben weg. Hij denkt, ik hoef niet meer in dit tuintje. Nou, dat is helemaal makkelijk. Ik ben klaar. Het huisje is af. Blablabla. Je zou een triviant kunnen maken volgens mij met waar zitten deze voice actors nog meer in. Ja, echt hè? Allemaal van die bekende stemmetjes van Nickelodeon series. Ta-da-da. Pop. Moest even denken. Zo. En wanneer er ook wegtrekt. Oh. Kijk eens wat een wormpje. Die is cool. Als je alles gegeven hebt wat ze nodig hebben, wijst het. Ze zijn klaar voor romantiek. Leuke. Dus. Episch. Raad over romantiek. Ik weet even al niet meer hoe die zit in elkaar. Dat is wat we net zagen. Dat is niet. Zie? Ik heb nou zoiets van... Serpent. Prijs. Ik heb een prijs. Ik heb een prijs, want we hebben een Serpent. Yeah. Oh, wacht even. Kun je ze naar die dingen toebrengen? Of oppakken? Selecteren? Ja. Twee gedeeld. Ja. Ja, precies. Kijk, zie je? Dan heb je een tweede cursor en dan kun je zeggen jij en jij. Naar het paaghuisje. En geef wel, of moeten ze nou moeten ze eerst naar het huisje brengen of zo? Nee, precies. Eerst moeten ze elkaar vinden in de liefde. Oh. Ik word hier wel een beetje emotioneel van, hoor, Kevin. Echt, hè? Super schattig. Oh. Flauw power. Wat zouden ze aan het doen zijn nu? Ja. Oh, je moet toch gaan koppelen. Je moet je piñata leiden. Oh ja, een soort van Pac-Man-achtige meuk. Ja, kijk, ik moet gewoon lopen met de stick. Oh, en nergens tegen aankomen, want dat rood is slecht. Ja. Ja, oké. Nou, dit is niet zo moeilijk, maar met andere beestjes wordt het wel steeds moeilijker. Ja. Dus nu loop ik er gewoon naartoe, nou heb ik alle muntjes gepakt. Oh yeah. Party probleem. Maar je hebt dus ook andere, ja, soort van, ja, ik weet niet, arena's, levels, hoe je het wil noemen. En dan wordt het moeilijker en op een gegeven moment dan dacht ik ook van, ja, fuck die muntjes, weet je. Ik moet gewoon zorgen dat die beesten gaan krikken, dat is waar het op neerkomt. Mm-hmm. Oh, die heeft er zin in. Zo. Zo. Hoppa. Zo'n mannetje denk zijn. Ik denk ook van, ach, dit is zo dom. Toen ik dit voor het eerst zag... Oh, mooi dat hartje zo. Ja, maar toen ik dit voor het eerst zag, begon ik echt te twijfelen van... Wil ik dit verder spelen? Ja. En dat dan na 10 minuten of zo. Ja, dat... Het is wel melig. Met die jukebox, echt, ja. Oh, yeah. Paringsdans. Zo cool. Hij doet de worm. Die moeten we overnemen. Ja. Nou, ik snap niet dat je een game wil wegleggen naar dit. Nou goed, dan eventjes een korte break. Ja, even een korte pauze en dan gaan we weer lekker verder. Ja, je moet even bijkomen van de paringsdans. Want yes. Dat was me daar wat, zeg. Zo. Goed, we zijn weer terug. Je hebt net een prijs gewonnen voor beste romanticus. Ja, tuurlijk. Dat is wel typisch, dat jij dan weer degene bent die dat moet winnen. Ja. Maar terecht, want de paringsdans zag er...
super goed uit. Ja, en dus het is wel verdiend. En we hebben nu een eitje en dat pik ik op en dat mik ik maar hier neer, denk ik, heb geen idee. Neerleggen, nou. Krijgt hij een kaartje met je naam? Ja, het is fantastisch. Oh ja, en als je eruit komt, staat er dus in dit geval, wat je accountnaam is. Ja. Er staat er bijvoorbeeld, nou ja, Wessels Worm 1, Wessels Worm 2, volgens mij zoiets. Ah, op die manier. En ga ik eens kijken wat we nog meer kunnen doen allemaal. Kaartjes bewerken, grashaartjes. Je kunt ook nog... ik weet niet waar dat is. Je kunt een foto maken. Beeldopties? Nee, dat is gewoon... Zonde. Jammer. Nee, je kunt ook nog naar die gekke Willy. Dacht ik. Dat kan nog niet. Een ei is uitgekomen. Ei! Gaat wel snel. Oh, zo'n klein lief. Oh, klein. Ja, prachtig. Prachtig. Een kleine babyworm. Het is fantastisch. Precies. Ah, we gaan eens even kijken wat we daarmee. Wat heeft hij nodig? Heeft een mousemallow. Snap je hem? Mousemallow. Marshmallow, mousemallow. Het is fantastisch. De grappen zijn hilarisch. Ja, en mousemallow. Maar ja, hoe komen we aan een mousemallow? Hè? En die heeft hij al gegeten, toch? Nee, dat moet hij dus nog. Oh, moet hij nog gaan doen? Dat en is dan zegt hij van, okay, nou, ja, hier wil ik wel wonen. Want hier zijn mousemallows. Ah. Maar ja, ik heb geen idee hoe dat allemaal werkt meer. En hoe we nu verder kunnen, zeg maar. Ik heb net die experiment weggeslagen. Volgens mij is dat niet zo slim. Volgens mij heb ik daarmee een klein beetje... Boef, pest gewoon. Ja. Ja, maar anders had hij die baby misschien wel opgegeten. Dat was toch super zonde geweest? Ja, oké. Okay, het was een goede daad, Kevin. Het was een goede daad. Ja, dat is... Ja... Goed en kwaad zijn natuurlijk altijd relatief, hè? Dat is waar. Dus ja, soms moet je gewoon mensen mappen. Ja, en soms ook vogels. Ja. Maar ja, nu zitten we dus wel met deze knikker en die experiment, die hadden we ook wel... En die donut, ik wil dat hetje hier hebben. Ik wil dat hetje. Die donut, ja, die is wel cool. Hij blijft daar staan wachten zo. Ik kan ook zeggen, gewoon weer jullie twee, hup, aan de gang. Ja. Gewoon meer wormpjes maken. Ik heb twee zaadjes die ideaal zijn. Ik heb twee zaadjes die ideaal zijn voor iemand die een nieuwe tuin wil aanleggen. Uit één van ik pak de ene hand. Wanneer je terugkeert naar de tuin, staat je cursor. Jezus, goed joh. Zaad kiezen. Ik heb zaad gekozen. Oh, nee, de grappen zijn te makkelijk. Nee, we gaan ze niet maken. We doen het niet. Ik plant hem gewoon hier. En wat is dat? Oh, dat is een plantje en dan komen er weer andere piñatas daarop af, hopelijk. Of... Pak me dan. Oh ja, die moest net nog even. Ja, even tussen. We gaan weer. We gaan voor een tweede. Ja. Verdere gezinsuitbreiding. Belangrijk. Gewoon een hele kolonie. Hup. Oh yeah. Nou, opschieten. Ja, maar deze is natuurlijk geen water. Dus ik moet water geven. Maar dit heb ik nog niet. Dat krijg ik zo meteen alweer. Oh, dat hoop ik. Ik heb een zaadje geplant. Een X om je nieuwe gieter te Kijk, doen. Ik heb een gieter. Het ziet er niet al te best uit. Het is een theepot, man, dit. Het is toch geen gieter? Ja. Inderdaad. Yes. Gewoon een theepot. Wat een verkrekte ding. Echt. Oh, man. Om de gieter, ja, ik vind het prachtig. Ja, eerst water geven. Ja, jij gaat nat worden, hoor. Oh, je kunt kort gieten en je kunt lang gieten. Moet hem niet te veel water geven. Er zijn natuurlijk echte... Oh, nee, dat is te veel. Zie je? Nou is het blaadje blauw. Dat is niet goed. Oh. Ik zou hem maar niet nog meer geven. Nee, maar dat komt toch goed. Straks verzuipt hij. Ik heb ook helemaal niks met planten, weet je. Dat heb jij... Zou jij gewoon überhaupt planten in een woonkamer willen hebben en zo? In een woonkamer zou nog wel kunnen, maar ik heb zelf geen groene vinger, zoals je kan zien. Nee. Dus ik moet zelf geen tuintje aanleggen. Dan kan ik beter Viva Pinata spelen. Ja, ik snap dat ik kost allemaal... Ja, daarom is Viva Pinata wel veel leuker. Ja. En dan kun je er wat meer aan. En het gaat allemaal net ietsje sneller al. Dat is ook wel fijn. En we hebben het eitje. We hebben een eitje. La la la. Gaan we lekker verder. Dan gaan jullie gewoon nog meer. Nog meer. Hoppa. De meeste romantiek prijs. De basis heb je onder de knie. Oh, dat is de zo basis mooi van het voortplanten. Kijk, mousemallow. Daar komt een mousemallow. Yes, 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 yes. Dat is dus de ratata waar ik het over had. Ja. Soort van. Cute. Oh, ik kan het zo, ja. Goed nieuws. Deze kleine. Ja, die gaat een hoop aan. Oh, dat wordt leuk. Dat wordt mooi om te zien zo. De slang die heeft veel zin in die mousemallow. Oh, daar gaan we weer.
gaan we weer. Ja, dat is dus met deze, met die wormpjes is het heel makkelijk. En links. Hatse vlats. Dezelfde moves weer. Ja, dat filmpje, ik weet niet of dat filmpje überhaupt nog krijgen, maar dat skippen gewoon als een idioot. Ik heb helemaal geen zin erin. Wat denk je nou? Ga je die opeten? Nee. Ja, je moet toch een mousemallow hebben, gekke slang? Ik kan zeggen. Je gaat toch geen knolraap opvreten als je een mousemallow kunt opeten? Gekke slang. Nou, waar is onze ratata? Hij is uitgekomen, ja. Toch? Nee, die loopt dus dan in de tuin rond. Maar je hebt dus nog een gebied buiten de tuin, zoals dat het wat je hier kunt zien, die donut. Die komt niet echt in de tuin, hij loopt in het gebied er nog omheen. Dus je moet hem een soort van aantrekken, dus hij is, weet je, nou die moth drop. Nou, ook al een Pokémon. Ja, nou, echt, wat dat betreft zijn het net Pokémon. Maar die komen dan uiteindelijk onze tuin in, maar dat duurt nogal eventjes. En daarom is het moeilijk om deze game even te laten zien, weet je wel. Dat kan niet even. Nee. Het zou eigenlijk meer tijd... Oh, dan glij jij rond. Kijk, daar loopt de mousemallow. Hier. Stomme muis. Kom hier. Zet aan de rand weg. Misschien komt hij dan. Dat hij hem sneller rijdt. Ah, alstublieft. Kom. Ah, ja, andere kant op. Jong beest. Idioot. Hier ligt hij. Hier. Ik heb natuurlijk ook geen andere zaadjes of dingen die ik even kan doen, weet je wel. Ja, ik bedoel, ik kan hem wel regelen. Geen andere. Te makkelijk. Ja, die doet. Alsnog. Doe je toch, hè? Wat nog zo gezegd. Het is zo moeilijk om in te houden. Dat vind ik irritant. Magic word. Dat vind ik irritant. Dat vind ik, dat trek ik niet zo goed. Hoppa. Oh, dat valt mee. Stoute meisjes krijgen billenkoek. Ja. Ja. Ik vind jou irritant, hou op. Ja. Help maar, gewoon even mee inderdaad. Als ze niet even helpen met de boel planten of zo. Ja, gewoon geef even op in. Dit is de klok. Voortaan weet je precies hoe laat het is in de tuin. Sommige tuiniers gebruiken. Ja, dus er zijn ook bepaalde beesten die komen alleen 's nachts, zoals van die vleermuisachtige. Oh, cool. Er is nog een ei uitgekomen. We hebben een berg wormen. Daar hoor je van die goed van. Nou, die vogels moeten toch vanzelf terugkomen dan zometeen. Ja, of die ene vogel denkt ook van, die tuin moet je wezen. We krijgen weer een knal van mijn harses, denk je waarschijnlijk. Ja, dat is waar. Dat is niet zo handig, denk ik. Daarmee hebben we onszelf een beetje... Ja, dat is omdat ik zei dat je moest slaan. Shit, dat had ik niet moeten zeggen. Ja, het is niet handig. Ja. Nou, we zitten te wachten tot die beesten een beetje komen. En dat is dus een nadeel ook van de game meteen. Ja, je zit dat gewoon... er soms gewoon geen zak te doen is. Nou, vooral in het begin waarschijnlijk. Ja, het begin. Het duurt even voordat die boel opstart. Maar ja, ik ga niet de hele middag Viva Pinata zitten spelen. Nee, daar hebben we niet zo druk voor. Maar, ja, zo even een kwartiertje. Is wel rustgevend toch? Ik kan me zeker voorstellen dat als je eenmaal een paar uurtjes gespeeld hebt... dat het gewoon lekker is om af en toe even één zo'n... dag- en nachtcyclus of zo te spelen en dan weer iets anders te gaan doen. Maar het is soms ook echt belachelijk hektisch. Dan zit je allemaal van die beesten door elkaar opvreten, dan moet je weer een hekje maken en mensen ergens in stoppen en dan weer dat dan weer, en dan alles tegelijk. Oh, kijk, zij liggen te slapen. Gaan we even binnenkijken. Kijk. Nou, dat is niet slapen, die zijn gewoon aan het chillen, joh. Kijken. Nou, eentje ligt te slapen. Eentje ligt te slapen, de allerkleinste. Ja. En die ligt de hele dag nog te slapen. Ja, die moet nog een beetje oud. Ja. En die andere is lekker aan het feesten. Ja. Party eye. Zie die rechts onderin doet, een beetje wat je zelf ook, tenminste wat ik wel vroeger deed als ik in de slaapzak lag. Op een logeerpartijtje. Had ik zo heen en weer gaan. Ja, gewoon een idioot. Gewoon, Nou, ga even kijken of er nog een nieuwe piñata aankomen, want anders dan moeten we er maar aan het eind aan breiden. Ja, maar dit duurt me net iets te lang. Ja. Het is gewoon een beetje... Nee, ze wilden niet. Ja. Nou, dan moeten we misschien maar een keertje terugschakelen en anders met Viva Pinata 2 gewoon geen vogels slaan. Ja, misschien niet. Ik denk dat dat het beste is. Dat als we die nou volgende week uit de bingo beker trekken of over een jaar. dat we gewoon in ieder geval geen beesten moeten... Hé, kijk eens wie daar hebben. Oh, awesome. Kijk, dat is een... heeft een licht in de tuin. En dat is allemaal van die dingen die kun je kopen, maar dat kan nog niet allemaal. Het begon net spannend te worden. Ja. En dan kun je weer wachten. Ja, je kunt gewoon nog geen dingen kopen, voor zover ik weet. Nee, dat is zo zonde. Het is gewoon alleen maar afwachten. Het is de piñatabewoners, dagbuurt. Nee. Nee. Ja, of ik mis iets, maar volgens mij kun je nou nog niks kopen. Nee, dat is de gieter. Nee, helaas. Nou, dan houden we er maar gewoon mee op voor vandaag, denk ik. Ja, dan is dit was onze tuin tot nu toe. Ja, het is wel schattig.
Ik zie mezelf dit wel spelen. Ik ga me er een keer in verdiepen. Ja, dan dat tweede deel kunnen we koop spelen. Ja. Dat is nog wel leuk. Dat gaan we doen. Online? Ja, sure. Gaan we doen. Bedankt voor het kijken naar deze Winkel van Stijn.